Leuke inspiratie op het gebied van Black Nail Art Designs. We gaan het je geven vandaag. Ik maak eerst met de meest zwarte gel polish die wij hebben, de GP02, een mooie ondergrond. Zoals je ziet breng ik hem dun aan en is hij echt in één laag al dekkend. Belangrijk hierbij is dat je lamp sterk genoeg is, want hij is heel hoog gepigmenteerd en dat je niet te dik werkt. Ik ga hem even uitharden, 60 seconden in de lamp. En dat ga ik ook met mijn tweede tipje doen. Nou, je hebt ook niet veel product nodig, want hij is echt in een hele dunne laag al dekkend. En ook deze harden we 60 seconden uit in de ledlamp. We hebben twee hele mooie cat eyes die echt perfect zijn voor die black designs. Dit is cat eye 38, is een zilveren, maar je ziet de kleur eronder. Dus als je zwart eronder doet, dan heb je een heel mooi gaaf effect van zwart met zilver. En we hebben ook een cat eye die wat intenser is. Cat eye 39 is dat en die is eigenlijk een zwarte cat eye. Zet je daar ook nog weer zwart onder, wordt die heel intens van kleur. Ik heb dus al een zwarte ondergrond gemaakt en het voordeel hiervan is dat je de zwarte intense onderlaag ziet. Het is een heel gaaf zwart design met een intense kleur. En voordat ik hem ga bewerken gebruik ik eerst even de magneet. En dan zie je al wat die zilveren cat eye doet. Heel gaaf. Zo. En dan trek ik lijnen er doorheen en doordat je die lijnen opentrekt, verdwijnt daar de zilveren cat eye. Zo trek ik dus lijnen door mijn design heen. En het leuke is dat je dan weer die zwarte ondergrond ziet met het cat eye effect ertussen. Stel dat het nog niet voldoende is. Nog een keer er doorheen. Hoe gaaf is dat? Ik hard het even uit, want het cat eye effect zakt anders weg. En daarna gaan we hem aflakken met de topcoat. Hetzelfde kun je ook met cat eye 39 doen. Die is dus iets intenser, iets donkerder van kleur zelf. Dus dan is het contrast wat minder hoog van zilver effect en zwart. Ook die even bewerken met de magneet. Zo zie je dat gave effect. Nou, ook even uithouden in de lamp. 60 seconden. Na het uitharden van de cat eye gebruik ik de Next Stop Gel. Hiermee maak ik het design mooi glanzend. Maar je kunt er uiteraard ook voor kiezen om de matte top gel te gebruiken. En die zal ik op het volgende design laten zien. Ook kies ik ervoor om er eentje mat te maken. Want dan kun je goed het verschil zien tussen het glanzende effect en het matte effect. Zoals je ziet kun je dus de donkere cat eye en de lichte cat eye pakken. En je kunt hem mat aflakken of glanzend aflakken, wat je leuk vindt. En telkens weer een ander black design. Eindeloos combineren. Combineer ze bijvoorbeeld met zilveren flakes of andere leuke designs. En je setje is helemaal compleet. Veel succes!